Hallo allemaal en goedemiddag en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood. En ik ben een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wereld. Of all time. Ik moet nog een video over haar gaan doen, over het aanpakken van het hashtoerisme. Maar daar kwam ik even niet aan toe. Het heeft de afgelopen dag, 2 dagen, heerlijk gestormd. En dat betekent waanzinnig geweldige wind. En burgemeester Halsema heeft een slaapstoornis. Net zoals ik. Ze heeft een uitgebreid interview gegeven aan het Parool. En daar legt ze uit dat ze 's nachts aan het dolen is. En 's nachts allemaal boekjes. En opschrijfschriftjes aan het bijhouden is. En met zichzelf ligt te vergaderen. Arme, arme vrouw. Dat is een slaapstoornis. 'S nachts moet je echt slapen. Zeker op onze leeftijd. Burgemeester Halsema en ik. Wij zijn dezelfde leeftijd ongeveer. En de afgelopen 2 dagen. Ja, ik heb geslapen als een baby. Echt waar heerlijk. Ik heb van die hele grote, dikke kikkerogen. Omdat ik zo vreselijk lekker geslapen heb. En allemaal van die rimpels in mijn gezicht. Ik hoop dat de burgemeester ook goed geslapen heeft. Ik heb een hele hoop gekke dingen meegemaakt. De burgemeester Halsema ook. Zij was lid van de PVDA vroeger. Maar ze is uit die partij gestapt. En dat kwam door Schelto Patijn. Dat was de toenmalige burgemeester van Amsterdam. Misschien kunnen we er even een leuk fotootje van Schelto Patijn. Kijk, dat is hem. Hij was vroeger de burgemeester van Amsterdam. En deze meneer, ja, hij was echt een deugenridder. Wat was dit? En die deed twee hele rare dingen. Hij wilde dildo's en afbeeldingen van naakt. Wilde hij verbieden op de wallen. En in winkels en zo, want dat was schadelijk voor kinderen. Ik kan me nou niet echt voorstellen dat mensen met hun kinderen naar de wallen gaan, maar goed, zo daar ga je dan over. En wat hij ook deed was mensen preventief arresteren. Weet, dus dan lig je in je bed lekker en dan wordt de deur opengebroken door de politie. En dan, Jezus, wat komen jullie doen? Nou, we gaan je arresteren. Voor wat? Nou, voor dingen die je misschien in de toekomst gaat doen, of niet. En burgemeester Halsema was daar heel terecht heel erg beledigd over. Die vond dat een complete en totale staatsterreur. Dus die stapte uit de PvdA en ging naar GroenLinks. En ik denk dat ze daar verstandig aan heeft gedaan. En je zou denken dat wij als stad daar iets van geleerd hebben, maar ga er maar voor zitten. Oh, het staat er ook. Oh, God. En ik wilde al zo graag verhuizen. Ik wilde al zo graag weg uit deze stad. Maar dit is het. Sorry, ik ga proberen serieus te blijven. Komt ie aan. Directeur van Gogh. Past naakt. Rustig aan. Rustig aan, meneer Video. Past naakt nog in een museum? Dit is een parool. Dit is van Roelf Jan Duin. En blijkbaar was dit gisteren in Buitenhof. Dat is een van de vele programma's die ik mis, want ik kijk geen televisie. Ik heb geen televisie. Maar goed. Is een tekening met vrouwelijk naakt geschikt voor mensen uit alle culturen? En moet een museum daar rekening mee houden? Die vraag wierp directeur van het Van Gogh Museum, Emily Gordenker, zondag op. In Buitenhof. Laten we eens kijken of we van haar een fotootje kunnen vinden. Hier, daar is ze. Emily Gordenker. Eens even kijken hoe die persoon eruit ziet. Dit is er. Ja, die ziet er toch vrij jong en modern uit, denk ik dan. Nou ja. we duiken erin. Een hele discussie. Dit is Twitter. Een hele discussie of vrouwelijke naakt wel geschikt is voor alle mensen van alle culturen die binnenkomen, moet je tackelen. Aldus Emily Gordenker
in hashtag Buitenhof over de badende vrouw van Degas. Gordenker, pas een week in dienst als museumdirecteur bij het Van Gogh, werd bevraagd over de nieuwe aanwinst van het museum, de pasteltekening Badende Vrouw van de Franse impressionist Edgar Degas. Daarop is het pronte achterwerk van een naakte vrouw te zien. Krijgen we ook het schilderij te zien hier? Kijken. Ja, prachtig. Ik bedoel, Degas, geweldig kunstenaar. Mevrouw Gordenker. Vincent van Gogh zelf, die sneed zijn oor af voor een prostituee. Hij had ook wat latente homoseksuele gevoelens. En er gaan geruchten dat hij een beetje veel absint deed. En Degas, ja, die was ook niet altijd helemaal nuchter. Daarnaast, mevrouw Gordenker, zit er een dikke kans in dat een hele hoop andere culturen naar Amsterdam komen, juist omdat we in dit land geen religieuze politie hebben. We hebben hier geen mutawin. Vrouwen hoeven hier geen hoofddoekje om. Je kunt niet uitgehuwelijkd worden door je ouders. Als vrouw mag je, weet ik niet, doen en laten wat je wil. En stemrecht en autorijden en dit en dat. Weet je, kunst is hier om te prikkelen. Kunst is hier om je uit te dagen. En een hele hoop kunst die ik gezien heb waar ik van zeg, nou, dat is niks voor mij. Maar ik heb ook een hele hoop kunst gezien waar ik van dacht dat het niks voor mij was, mevrouw Gordenker. Tot ik het zag. En tot ik het dichtbij in de buurt was. En toen inspireerde het mij. En ja, bleef het me bij voor eeuwig. Mijn god, alle Jezus, wat een krankzinnige. Wat ze wilde was hashtag ophef. En ze wilde laten zien hoeveel ze deugt. Dat noem je virtue signaling. Hier, virtue signaling. Kijk. Virtue signaling is a pejorative neologism for the conspicuous expression of moral values. The origin of the term is often credited to journalist James Bartholomew from an article in de Spectator, een week in dienst. Gordenker, sorry, de conservator van het Van Gogh Museum, Fleur Roos Rosa de Carvalho, vertelde vorige maand in de Volkskrant dat aan de aankoop, à raison van 6 miljoen euro, de nodige discussie vooraf was gegaan. Want kun je anno 2020 een afbeelding van een naakte vrouw tentoonstellen? Natuurlijk niet, dat is gods ondenkbaar. Heeft u de halftime show gezien van de Super Bowl? Jennifer Lopez, niet mijn artiest, die deed daar een soort hommage aan de Latino culture. En dat was uitdagend, zelfs sexy dansen. Daar kwam ook haar jonge dochter bij. En Shakira kwam daarbij. En ja, god, ik hou niet van dat soort muziek. Maar daar was ook heel veel ophef over. In dat enorm puriteinse en christelijke, diep christelijke Amerika. Want dat deugde natuurlijk allemaal helemaal niet. Mevrouw Jennifer Lopez was daar heel helder over. Die zei, ja, god, ik begrijp geen ruk van waar je het over hebt. Dat is dan ook wat we een beetje denken van jou. Deugridder. Politiek correcte musea. Met genderneutrale toiletten. Gordenker gaf in Buitenhof nadere uitleg. Musea staan in toenemende mate midden in de maatschappij. Mevrouw Gordenker, dat is beslist niet waar. Mensen met een museumjaarkaart gaan vaak naar musea en tentoonstellingen. Nederlandse mensen heb ik het dan over. Mensen die woonachtig zijn in Nederland. En zo'n museumjaarkaart is hartstikke leuk. Ik heb er één, mijn dochter heeft er één. En ik neem mijn dochter eigenlijk overal mee naartoe. Zo ben ik een keer met mijn dochter naar een tentoonstelling gegaan, mevrouw Gordenker. Die gemaakt was van mensenhaar. En wat men daar probeerde te doen, was je een beetje het idee geven van hoe dat was
voordat Joodse mensen de gaskamer ingingen. Dus grote plukken haar naast een kapperstoel, gevangeniskleding, et cetera. Dat is heel, heel schokkerend. Je bent in een prachtig mooi museum, je wandelt zo een expositieruimte in. En plotseling, je mocht ook in de kapperstoel zitten tussen al dat haar. En het ruikt er ook naar mensenhaar, want er was echt mensenhaar gebruikt. Dat is schokkend. En dat is stuitend. En dat is prikkelend. En dat is uitdagend. Fucking cultuurbarbaar. Ik ben ook een keer, mevrouw Gordenker, met mijn dochter naar een tentoonstelling gegaan van moordfoto's van maffia-kopstukken in Palermo. Dat is een hele beroemde Siciliaanse fotograaf. Die mevrouw die was al in de 80 toen. En die heeft foto's in de jaren 60 en 70 gemaakt van dode mafiosi. Dat is prachtig mooi. Dat zijn allemaal zwart-wit foto's van mannen in dat soort krijtstreeppakken. Die kapotgeschoten zijn. Het zijn gewoon plaats des delicts foto's. En dat werd gedaan hier in Amsterdam. Ergens op de Prinsengracht, door een kleine galerie. En toen heb ik die galerie van tevoren opgebeld, mevrouw Gordenker. En toen zei ik, hi, ik heb een 10-jarige bij me. Mag dat? En toen zeiden die mensen van de galerie, die zeiden, nou ja, de Amsterdamse jetset komt hierop af. Dus ja, er zal wel flink gedronken worden. En sommige mensen zullen ook hun neus aan het poederen zijn. Over het algemeen doen ze dat op het toilet. Maar ja, het is niet echt de meest kindvriendelijke omgeving. En toen zei ik, nou, zolang mensen dat maar niet dicht naast mijn kind doen. En ik denk dat dit een hele leerzame ervaring voor er is. Dus toen mochten wij daar langs, mevrouw Gordenker. En toen zijn wij naar die vreselijk leuke galerie gegaan. En daar heb ik champagne gedronken. En niet mijn neus gepoederd. En mijn dochter heeft zelfs de gelegenheid gehad om te praten met die fotografen. Maar die fotografen die vroegen aan haar, what do you see? En allemaal grote zwart-wit foto's op de muren. En wat zag ik? Ik zag maffia kopstukken die aan gort geschoten waren. En mijn dochter niet. Mijn dochter zei, I see poverty. En het klopte ook. Het Palermo van de jaren 60 en het Palermo van de jaren 70 was heel armoedig. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar op die foto's was het heel duidelijk armoedig. Kunst heeft altijd gechoqueerd. En er zijn talloze kunstenaars die zwaar hebben moeten boeten voor hun kunst. Het idee dat we rekening gaan houden. Wat is het? De bond tegen het vloeken rond het Van Gogh Museum. Ik zit trouwens te denken, mevrouw Gordenker, wat als ik mijn knie stoot in het Van Gogh Museum? Kan ik dan zeggen kut of fuck? Kan dat nog? Ik denk het haast niet. Maar god, wat een gestoorde. Waar vind je dit soort imbecielen? De hele hashtag MeToo-discussie, waar zij niks mee te maken heeft, want die vindt plaats in Hollywood. En Hollywood en kunst? Weet ik niet. Hollywood en virtue signaling? Ja, dat weer wel. Maar Hollywood en kunst en Degas? Ik denk dat heel Hollywood niet eens weet wie Degas is, mevrouw. Behalve dan hele, hele rijke mensen die er misschien eentje kunnen betalen. Maar dat zijn niet de acteurs. Dat zijn de eigenaren van de studio's. Of de aandeelhouders in New York. Jesus Christ. De discussie of vrouwelijke naakten wel geschikt zijn voor mensen van alle culturen, die moet je voeren. Ik ben blij dat we het gekocht hebben en dat we het erover hebben. Want zo krijg je meerdere perspectieven op een kunstwerk. Dat hebben we niet. We zijn niet een debat aan het voeren over van, goh, hoe was de stijl van Degas? En wat is zijn plaats in de kunstwereld, et cetera? Nee. We zijn aan het praten over de bond tegen het vloeken. Wat vinden we nou? Mag bloot nog wel? Jesus Christ. Alle coffeeshops dicht. Alle dildo's verwijderen. Ik zit trouwens te denken, mevrouw Gordenker, heeft u een dildo? Heeft u wel eens anale seks gehad? Een trio? Hoe oud was u toen u voor het eerst seks had? Heeft u wel eens porno gekeken terwijl u seks had? Jesus Christ, gestoorde gek die je bent. Ontsla dat wijf.
merkte ze op dat de discussie over hoe politiek correct musea moeten zijn gepolariseerd is. Echt gut. Hoe zou dat nou toch komen? Zou zij daar zelf een rol in gespeeld hebben? Een week in dienst. Een week in dienst. Dit is echt heel bijzonder. Maar ze wilde dit. Dit is expres gedaan. Dat laatste bleek een juiste constatering. PVV-kamerlid Martin Bosma was er bijvoorbeeld op Twitter als de kippen bij om de uitspraken van Gordenker te veroordelen. Onze linkse museumwereld capituleert weer eens. Geen vrouwelijk naakt, want andere culturen. De rest van de dag bleef het stormen op sociale media. Dat is leuk gekozen, vind ik, van Roelvian Duin. Stormen in verband met storm Ciara. Sorry, maar dit is niet links denken. Dit is christelijk conservatief, religieus conservatief rechts denken. Namelijk, we zijn niet bezig met wat is leuke kunst, wat past in onze collectie, wat kunnen we een keertje lenen ergens. Waar kunnen we een mooie tentoonstelling van maken? Wat voor leuke rondleiding kunnen we aan jeugd geven? Nee. We zijn bezig met... Wie worden er allemaal beledigd? Mevrouw Gordenker, ik word heel erg beledigd als ik al die Hollywood-onzin en hashtag me too zie. Ik vind Hollywood-films over het algemeen shit. Het is mindless entertainment. Degas daarentegen... Nou, daar kun je wat langer mee bezig zijn, denk ik. Wat een waanzin. Dus links is het beslist niet. En naar mijn bescheiden mening, andere culturen. En dat betekent basically iedereen die niet geboren is. Weet ik niet waar zij vandaan komt. Kunnen we trouwens eens kijken waar zij vandaan komt en wat voor opleiding zij heeft gedaan. Emily S. Gordenker. Oh, ze komt uit New Jersey, Princeton... Kunsthistoricus. Ja, ze komt uit Amerika. Weet je, misschien is ze zelf heel religieus en conservatief opgevoed. Of misschien wil ze Amerikaanse waarden doordrukken in het Van Gogh. Boffen wij even. Wat een absolute... Trouwens, ik zit te denken, mevrouw Gordenker, naast u, naast het Van Gogh, daar zit een ander museum. Dat heet het Stedelijk Museum. Daar ben ik een keer naartoe geweest, ook met mijn dochter. En ze hadden stedelijk iets absoluut fantastisch gedaan. Wat ze hadden gedaan is de supposten, de mensen die daar werken, die waren niet gewoon aan het rondlopen in hun uniform. Om in de gaten te houden dat je niet te dicht in de buurt komt van de kunstwerken. Om op kinderen te letten en mensen naar de toiletten te wijzen. Nee, alle supposten waren zelf bezig met... Dat noem je expressionist art. Self-expression en street art. En er was één mevrouw daar. Die deed een stripshow. Ze trok niet al de kleren uit. Maar ze trok gewoon de kleren uit. Dus het is fantastisch om te zien. Weet je wel. Je hebt iemand die rondloopt in een uniformpje van het stedelijk. En ineens begint ze zingend en dansend en bewegend. Dat was een soort street jazz. Wat ze aan het doen was. Kleren uit te trekken. Ik schaamde me er een beetje voor. Maar mijn dochter heeft daar gefascineerd naar staan kijken. Misschien een keertje... Ja, weet ik niet. Kijken bij de buren. Hoe zij het doen. En niet kijken naar Hollywood. Want die weten niet zoveel van kunst. Wat hoort in een museum? Het wordt alleen maar erger. De discussie over het werk van Degas... dat overigens gewoon te zien is in het Van Gogh... staat niet op zichzelf... Vorig jaar maakte het Amsterdam Museum bekend de term Gouden Eeuw te schrappen. Nee, zo heet het gewoon niet meer. Het Rijks paste al eerder de bordjes aan bij werken die verwijzen naar het slavernijverleden. En het Mauritshuis werd toen Gordenker daar de directeur was. Een buste van Johan Maurits tijdelijk naar het depot verplaatste. Kijk, dat is fout. Die E moet weg. Verplaatst. Wegens dienstbetrokkenheid bij slavernij. Ja, daar gaan we weer. Mevrouw Gordenker en een hele hoop kunstenaars, waaronder Van Gogh, zijn absolute krankzinnige imbecielen. Ik zou ze niet alleen laten met mijn kind. Maar dan kunnen ze nog steeds prachtig mooie kunst maken. Oh.
Wat een waanzin. Gordenker vindt het belangrijk dat de discussie over... Het is beeldenstorm. Het is een soort beeldenstorm, is het. Het is de deugenridders aan de macht. Stel je eens even voor, ik woon in Iran. En ik ben een vrouw. En ik mag daar helemaal niks. Dan krijg ik het voor elkaar om geld bij elkaar te sprokkelen. En ik reis naar Amsterdam. Wat ik hier dan wil... is lekker een biertje drinken en weet ik niet, mijn schoenen uit en op mijn sandalen rondlopen. En dat gebeurt ook. Er komen mensen van over de hele wereld naar deze stad omdat we hier zo vrij zijn. Omdat we hier zo relaxed zijn. Dat is hetgene wat alle toeristen altijd roepen. Amsterdam is zo relaxed, hier kan alles. Gordenker vindt het belangrijk dat de discussie over wat wel en wat niet in een museum thuis hoort, kunst, juist binnen de instelling gevoerd wordt. Ook met de bezoekers. Dus dat is niet binnen de instelling. Dat is met de wereld. De functie van een museum verandert, zei ze in Buitenhof. We gaan de discussie daarover graag aan. Wij niet. Wij willen gewoon mooie kunst zien. Mag dat? Toe. En ik denk dat ik helemaal zelf kan bepalen wat ik wel en niet wil zien. En ik ben die kinderen gaan doen, maar goed, vroeger toen mijn kind 3 was, 4 was, toen zetten ze voortdurend fucking K3 aan. En dat trok ik echt niet, mevrouw Gordenker. Dat lukte me echt niet, gewoon, ik werd gek van. Krankzinnig, K3, gadverdamme. Scheld op Partijn. Mevrouw de burgemeester, dit is toch niet normaal, waar zijn we nou mee bezig? Degas. Ja, Degas, laten we gaan kijken. Van wanneer tot wanneer? Vanaf 1834 tot en met 1917. Ongetwijfeld vormde het toen ook allerlei problemen, maar gelukkig zijn we een beetje gegroeid sindsdien. Maar anno 2020 hebben wij de deugridder supreme gevonden. Een of andere geflipte Amerikaan uit Princeton en New Jersey... die ons komt vertellen wat wel en niet kan. Het is om te kotsen. Het is echt een beetje om te kotsen. En er is een hele hoop shit over het slavernijverleden. Er zijn ook een hele hoop wapens die in het Rijksmuseum bijvoorbeeld staan. Die ongetwijfeld voor vreselijke dingen gebruikt zijn. Maar dan is het nog steeds historie. En een leuke historie is het niet. Maar het idee dat je daar niet meer naar kunt kijken omdat mensen beledigd zijn en andere culturen, dat is echt complete en absolute waanzin. Dat is echt sick, is dat. En dit, mevrouw de burgemeester, is één van de vele redenen waarom ik zo graag weg wil uit deze stad. Het Rijksmuseum heeft genderneutrale toiletten. Daar maken ze een hele hoop poeha over. Oké. Het aantal mensen wat genderneutraal is of zich niet als man of vrouw identificeert is in Nederland 0,05%. Hoeveel van die mensen gaan naar het Rijksmuseum, denken we? En, belangrijker, hoeveel van die mensen gaan naar het Rijksmuseum alleen maar omdat ze genderneutrale toiletten hebben? Really? Prachtig mooi museum. Ik heb vrije kaartjes. Ik ga een dagje Amsterdam doen. Maar nee, ik ga niet naar het Stedelijk. Er hangen allemaal naakt dingen aan de muur. En die hebben geen genderneutrale toiletten. En ik ga ook al niet naar het Rijks. Tenzij ze iets doen aan hun slavernijverleden. Oh, ze hebben genderneutrale toiletten? Nou, dan ga ik wel. Ik bedoel, wat is dit voor waanzin? Dit zijn de toeristen die we wel willen. Oké? Er komen 18 miljoen fucking toeristen naar deze stad. En die komen hier om te drinken en te suipen. En overlast te veroorzaken. Op dit moment is het zo erg dat het verschil tussen toerist en terrorist, dat verschil zie ik niet meer. Serieus niet, ik heb van alle twee evenveel last. Ik weet wel dat er een stuk minder terroristen zijn dan toeristen. Nee, alle dildo's verbieden. Ik vraag me trouwens af, had zijn vrouw een dildo? Heeft hij kinderen? Heeft hij dochters? Hebben zijn dochters een dildo? Waar zijn we mee bezig, lieve mensen? Ik ben een keertje naar een... wat was dat? Dat was de kunstacademie, volgens mij, of de kunstopleiding in Den Haag. En daar had ik een student, een kunstenaar, die had een stoel gemaakt van alleen maar vagina's.
Dus de hele stoel was alleen maar plaatjes van vagina's. Alsof je bovenop een kut ging zitten. Natuurlijk ben ik daarop gaan zitten. Er was een andere kunstenaar, die had, wat had die ook alweer gedaan? Die had zichzelf opgesloten in een houten doos. En aan die houten doos zat een pendaal. En als je op de pendaal drukt, dan gaat er een hamertje met een spijker in zijn rug. Dus het was een soort vorm van zelfkastijding geworden. Ja, uitdagend, vreemd, gek. Maar dat moet toch gewoon allemaal kunnen? Dat is het idee van kunst. Ik ben een keer naar een toneelstuk geweest en dat heette... Dat heette Victor en de kinderen aan de macht. En daar zei vader voortdurend tegen moeder... Geef hier die roze zuignap. Daar kun je niet naartoe meer. Dat is nu allemaal verboden. Ach, hou toch alsjeblieft op, man. Wat een waanzin. Pas naakt nog in een museum. Ik denk binnenkort niet meer. De deugdreders aan de macht. En ergens diep achterin in Staphorst. En ergens diep in de Bible Belt van de Verenigde Staten. En in Iran. En in Saoedi-Arabië. En in regionen van Pakistan waar mensen beslist niet kunnen lezen en schrijven. Maar waar je wel met je zus mag trouwen. Zijn mensen dol en dolgelukkig met mevrouw Emily Gordenker. Ja. Mevrouw Halsema, hoe is het in godesnaam mogelijk dat deze gek de directeur is geworden van het Van Gogh? Dat kan toch niet? Wat voor waanzin is dit? Degas is beledigend. Ah, de gossie. Ik zit trouwens te denken, mevrouw Gordenker. Ik denk dat de paus... Pausen hadden vroeger heel veel te zeggen over kunst. Die waren ook voortdurend beledigd. Sterker nog, prachtig mooie beelden van Michelangelo... zijn allemaal vernield. De genitaliën werden verwijderd. Ik kon dat wel blote piemels laten zien. Gadverjakkers. Jesus Christ. Ik zit trouwens te denken, zou mevrouw Gordenker kinderen hebben? En toen die kinderen baby's waren, ging ze toen naakt met die kinderen in bad? Of trok ze een zwembroekje aan? Jesus fucking Christ. Echt, deze staat... Rustig. Kalm. Ik zit trouwens te denken, beeldenstorm is ook een leuke grap. Weet je qua woordgrap? In verband met stormen op Twitter. En die grote storm Ciara. Ik zag trouwens laatst een vrouwelijke politieagent. En die had hele strakke broeken aan. Nee, ik verzin het echt niet. Mooie vrouw om te zien, echt waar. Maar wel een hele strakke broek. En ik moet eerlijk zeggen, met dat wapen en dat uniform. Ja, yeah, ik vond het wel prikkelend. Ja, ik zei dat ook tegen mijn dochter. Mooie vrouw, zag je dat? En ik heb naar de reet gestaard. Daar merkte zij niks van. Maar ja, ik wel. Mag dat nog? Mag je nog kijken naar vrouwen? Vast niet. Jesus Christ, lieve mensen, kom op nou. Oh, ik wil verhuizen. Burgemeester, mag ik hoe heet het, verhuizen naar een andere stad? En kan er iets geregeld worden dat dit soort nieuws permanent geblokkeerd wordt? Dat je, weet ik niet, je ergens inschrijft en zo. En dat je dit soort rechtsreligieuze, conservatieve waanzin permanent nooit meer binnenkrijgt via je browser. Zou je dat willen regelen? Burgemeester Halsema, toen ze vroeger jong was, ging ze naar schoolfeesten. Daar heeft ze een interview over gegeven, mevrouw Gordenker. Een interview aan de evangelische omroep. En daar legt ze uit dat ze alcohol aan het drinken was met haar vriendinnen op een schoolfeest. En dan kwam haar vader haar ophalen. En dan nam haar vader een biertje en die ging dan dansen met haar vriendinnen. Kan dat nog, mevrouw de burgemeester? Of is dat misschien kwetsend en beledigend voor andere culturen? Zijn we bezig, mensen. Deze stad is een shithole. We hebben de meest fantastische burgemeester ter wereld. Maar de stad, het is een shithole. Het is echt een shithole. Ik zit trouwens te denken, in het Rijksmuseum... Daar schenken ze een, wat is dat? Dat is een soort plankje met drie verschillende soorten jenever. Alcohol en musea, gaat dat wel samen? Want al die kunstenaars, die waren vreselijk nuchter, of niet soms. Wel eens gehoord van Baudelaire? Volgens mij nam die een beetje absint. Wat een waanzin. De beeldenstorm marcheert voorwaarts. De deugdridders nemen... En ze is niet zo oud, weet je. Ze is geboren in 1965, voor fuck's sake.
Ze is 55 graden oud. En Princeton en New Jersey, dat is toch allemaal vrij progressief. Wat voor gestoorde is dit? Nou, wat ik denk, dit was virtue signaling. Ik wil laten zien hoe hip en trendy ik ben. Dan komt de hashtag ophef en worden mensen helemaal gillend gek. Ik word niet helemaal gillend gek. Ik ga gewoon zachtjes huilen. En ik heb zo'n lijst, mevrouw de burgemeester. Weet je, redenen om in Amsterdam te wonen. Daar staan twee redenen op. Eén, ik heb hier een huis. En twee, mijn kind zit hier op de middelbare school. En dan aan de andere kant, daar staan redenen om te verhuizen. En volgens mij is dit reden 928. Wat een absolute waanzin. Ik schaam mij dood. Echt waar, ik schaam me echt dood. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Ik ga kalmeren. En naar wat naakt kijken online. Tot de volgende keer.